Phasmophobia myths. Yo! Yes! Komt je binnen? Oh ja! Ja! Yes! Hoe is het, kerel? Lang geleden, joh, in die video. Oeh. Let's play Mascarponia! Mascarponia! Ja, ik kan het weer niet uitspreken. Nee, dat gaat niet goed. Dit zat er heel lang aan te komen. En het is ook vaak aangevraagd. Maar jij houdt natuurlijk heel erg van horrorgames. Ik vind het vreselijk. En laat ik nou net heel veel horrorgames shit spelen. Ja, maar wacht even. Op mijn tweede kanaal. Namelijk Phasmophobia. We gaan ghost hunting. Phasmophobia. Wacht even, kan je nog één keer herhalen hoe je het echt zegt? Phasmophobia. Phasmophobia. Ja. Ja. Yeah. Ik vind Mascarponia leuker. Oké, kijk. Okay. Je weet hoe het werkt trouwens. Nee, absoluut niet. Echt niet? Ik vind het vreselijk. Nou. Ik vind het, kijk al eng. Ik begin wel met spelen. En dan leg ik het je uit. Maar... Ah! Ja. Sorry, ik moet even mijn zenuwen kwijt. Nee, dat is goed. Nee, is niet goed. Wat? Wat deed je? Ik pakte de sleutel van het huis. Want wij zijn ghost hunters. Snap je? Wij zijn ghost hunters in het spel. En wij zijn ingehuurd. Wij gaan naar een huis toe waar een spook zit. Wij moeten erachter komen wat voor een spook het is. En in welke kamer maar die zit. Je wat voor spook? Heb je dan een meisje of zo? Of nee, je hebt verschillende soorten geesten. Met name. Kijk, dit zijn alle soorten geesten. Demonen, revenants, djinn, banshees, spirits. De twins. Oh, wat vreselijk. Ah, ik krijg kippenvel ervan. Dat vind ik echt vreselijk. Oh, ik heb er echt spijt van. Nee, het is heel leuk. Nee, maar kijk, jij vindt het leuk, maar ik niet. En dit zijn wat objectives. Dat leg ik later uit. En hij heet Rudd Miller. De geest? Ja. Heet die Rudd? Rudd. Oh, ik moet echt niet lachen, want die Rudd komt naar mijn kamer anders. Ja, die komt s'nachts, hoor. Nee, dat moet je niet doen. Het schijnt dat mensen die dit spel spelen Stefan, ook in het echt niet ook gaan. Stefan, niet doen, want ik lig alleen. Oh ja. Of niet? Oh, wat vreselijk. Dit is gewoon een normaal huis. Nou, dat is het niet. Oké, kijk. Het ding is dat... dit is een e-mail... Oh, die deur zit open. Is dat door een geest gedaan? Nee. Kijk, dit is... oh, wacht. Ik ben ook vergeten te kijken waar de fusebox is. Ik heb het niet goed voorbereid. Nee, dat is... dit is een EMF-reader. En als die zo gaat piepen, zo piep... Dan zit er dus een geest in de buurt. Of zoiets. Of tenminste, of hij heeft iets gedaan in de buurt. Dat is in ieder geval activiteit van de geest of zo. Okay, we moeten eerst even zorgen dat we de stroom ergens aan kunnen zetten. Maar die zit dus niet hier. Ja, ik ben heel misselijk. Echt oprecht. Misselijk? Omdat je het eng vindt? Ja, ik vind het... Ik heb iets te veel gegeten en ik... Oh. Ah! Stefan, niet doen, jongen! Jezus, het is gek. Oké, kijk. Dit stopt. Deze moeten we aan. Wacht even. Niet dat doen, oké? Want dat is... Oh mijn god, een bot! Kijk, dit stopt. Oh, misschien is er een hond. Dat denk ik ook, ja. Dat zou zo leuk zijn. Er moet wel een hond zijn. Oh, dat was een vliegenprikker. Ja, klopt. Zo. Lakker. Oh mijn god, waarom staat er zo'n fucking enge stoel hier? Weet ik niet. Ik zal even kijken. Kijk, nu kunnen we het dicht gaan doen. Ah! Oh! Sorry. Ja, maar je speelt het ook met iemand die echt altijd schrikt. Ja, ik weet het. Daarom speel ik ook met jou. Ik hoorde iets. Ik hoorde ook wat, ja. Dat hoorde je toch? Ja, ik hoorde dat het ook. Dat zijn voetstappen, gast. Nee, dat zijn onze voetstappen. Oh, jezus. Oh, dat was dus... Ha! Nee, je hoort het hoor. Die pet, wat een lelijke pet. Ja, dat is wel echt een lelijke Rude, pet. Rude, wat heb jij een lelijke smaak. Rudd. Rudd. Rudd Miller. Rudd Miller. Oh mijn god, een spiegel. Bloody Mary. Stond die aan? Nee, ik deed hem even aan. Oh, oké. Okay. Nee, dit wil ik dus niet. Nee. Stoppen. Heeft er iemand aan het licht gezeten? Zo, hier. Ik denk het wel. Stefan, ik wil dit niet. Ik wil dit echt. Oh, kijk die spiegel hier, zeg. Ja, dat zeker. Ah! Oh, 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 er staat in de hoek. Ik maak een foto. Mag ik een foto? Ik snap echt niks. Dat is goed, kijk, voor bewijs. Kijk. Ik snap het spel, joh. Je moet een geest terug op de foto, we moeten toch bewijzen van die geest? Was dat Rudd Miller? Dat was denk ik Rudd. Rudd Miller. Fucking een Rudd. Rudd, is het Rudd? Ja echt, Rudd en Trudd. Oké, maar luister, kijk, ik zou even vertellen. Oh mijn god, ik mag even bijkomen. Nee, maar kijk, de vorige paar keer ben ik doodgaan, dus ik heb bijna geen geld meer. Oh, en dan? Dus ik moet geld verdienen en dat verdien je door extra foto's te maken en zo van die geest. Maar in ieder geval, volgens mij zit hij dus in die kamer. Maar hoe deed je een foto maken dan? Met de camera. Even wat meer spullen pakken. Is er ook een geschiedenis over Ruth?
Niet echt, denk ik. Maar kijk, in ieder geval, stel er komt een ghost hint. Komt ze achter ons aan, wil ze ons vermoorden en moet ons verstoppen in een kamer achter een deur. Rut? Of zo. Een red. Dat kan inderdaad. Komt Rut ons pakken dan? Dat kan, ja. Nu kijken we even door deze camera heen. Ja. Om te kijken of je ghost orbs ziet. Maar die zie ik niet. Dat is namelijk een teken van een geest. Ghost? Dit doet licht aan, gek. Kijk, hij kan in het boek schrijven of hij kan door die dingen heen lopen. Dat geestding, die geest, Rut. Ja, Rut. Kan van alles gebeuren. Nou, ik kan nu al niet meer. We zijn net begonnen. Ik zal even laten zien. Kijk, hier heb je namelijk evidence. Kan je aanvinken. Bijvoorbeeld sommige geesten. Kijk, sommige geesten doen alleen IMF5. En als bijvoorbeeld als het vriest, moet je aanvinken. Alleen bij deze geesten vriest het. Oh. Dus als je dit aanvinkt, uiteindelijk krijg je er dan één over. Snap je? Ja. Zo kom je dus achter wat er geest. Dus daarom moet je al die dingen testen. Even deze mee. En deze mee. Oké. Dit gaat goed komen. Trouwens, even kijken. Cursed Objective Spawns. Ja, dit moeten we even checken. Spons. Even kijken. Je komt binnen en dan heb je de tarot cards liggen daarachter in de living room. Stel, we hebben de tarot cards. Dat zou geweldig zijn. Dat zijn die enge geestelijke spelkaarten, toch? Klopt. Ken je dat? Ja. Dat gaan we dan spelen. Nee, dat wil ik dus niet. Dat gaan we doen. Liggen ze er? Nee, dat zijn ze niet. Dit zijn ze. Die hond. Oh, ik zei toch dat er een hond was? Ja, je hebt gelijk. Oh, die hond zit toch niet nog in huis? Misschien, dat zou misschien word je wel vermoord. Niet doen, Stefan. Het zou kunnen. Dat jij ook al weet hoe we met al die knoppen moet doen. Ik heb echt best wel veel gespeeld. En ik had nooit verwacht dat ik ooit zeg maar zo'n eng horrorspel ook echt leuk zou kunnen gaan vinden. Want ik dacht dat ik het alleen maar eng zou vinden. Die hond is zo lief. En de pers is tapijt, vind ik ook mooi. Ik wil hier wonen. Rut is toch dood. Ja, wil je met Rut wonen? Nee, dat is zonder Rut. Ah, maar die hond. Oké, luister. Ik wil nog één keer terug naar de hond. Ik wil even goed kijken hoe hij eruit ziet. Ah, oh, hij is echt zo vrolijk, hè? Hij heeft wel naar zijn zin, volgens mij. Lief. Maar luister, kijk, we kunnen dus een kaart pakken. Dat moeten we niet in de ghost room doen. Die is als het... Ik heb niet helemaal goed dubbel gezegd dat wel de ghost room is, eigenlijk. Maar... Nou, daar hebben we toch net dat mens gezien? Ja, klopt. Maar, ja. Klopt, ja, ja. Klopt. Ja, klopt. Maar, dus je pakt een kaart en er kan iets gebeuren. Je kan bijvoorbeeld of je sanity allemaal verliezen, of er kan een ghost event komen, of hij kan een ghost hunt starten. En dan komt hij dus meteen achter je aan en dan moet je verstoppen. Het kan ook dat je bijvoorbeeld een extra leven krijgt, of dat je meteen in één keer doodgaat. Oké, nou, laat het gewoon doen. We gaan het doen. Eww, wat heb je, dat heeft deze man eczeem op die hand, jij. Gast, laat me met rust. Sorry. Oké. Hey. De hermit, oké. Okay. Dat is volgens mij een ghost event. En wat is dat dan? Er gebeurt iets en nu knipperde die met het licht. Oh, dus oké. Okay, dus. Oké, okay, nog een keer. Doe even mee, joh. De tower. Wat is er ook weer met de tower? Oh mijn god, Stefan, het licht is uit. Oh mijn god. Oh, ik brak mijn rug. Ja, sorry. Ik schrik me echt een ongeluk. Wat erg. Oh, mijn knieën. Ik had echt beschermers aan als ik hier ben. Ja, dat moet je inderdaad. Ja, sorry. Dit lijkt zo overdreven, maar... Wat? Heeft hij de deur aangeraakt? Moet je even mijn hart voelen? Hoor je het? Ja, ik voel een hart. Ja. Oh, hij liep door de DOS-projector. Ik zweer het. Volgens mij liep hij doorheen. Oh, mijn hart gaat zo tekeer. Waardoor schrokken we nu eigenlijk? Ja, je hoorde zo'n geluidje. Maar het licht ging toch ook uit? Ook ging je licht uit, ja. Doe even je kaart nog een keer, dat is leuk. Ja, wacht even. Even kijken of ze hem zien lopen. Ik vind het veel enger om met jou te spelen. Oh ja, daar ging je weer. Nee, ik zag niks, hoor. Ja, ik zweer het. Als je me nu laat schrikken, dan ben ik weg. Nee, ik laat jou niet schrikken, okay. Maar hij loopt hier gewoon doorheen. Je ziet hem soms bewegen, dan doe je DOS-projector. Ja, zag je dat? Oké, wacht. Even naar buiten, hoor. Even op adem. Kijk, dus je DOS projector afvinken. Dan loopt hij doorheen. Ja. Dat is nice. Maar doe even nog zo'n kaart. Ja, dat ga ik doen. Ik schrik ook net eens van die brievenbus. Denk ook net dat dat een geest is. Nee, het is een brievenbus. Ja, dat weet ik, maar lijkt het... Oh, Sanity is nog prima. Oké, wacht. Wat moet ik eigenlijk nog meer doen? Wat is dat dan, Sanity? Smudge, Crucifix, Candle. Ja, ik heb dat allemaal niet. Ik heb nul spullen, want alles ben ik kwijtgeraakt omdat ik een paar keer dood ben gegaan. Ik moet alles opnieuw kopen, dus we moeten nu veel geld... Oh mijn god, dat zag ik dus. Dat was eng. Nee, maar dit wil ik dus even niet, want ik schrik genoeg van het spel. Oh nee, hij heeft de fusebox uitgedaan naar beneden. We moeten naar beneden. Oh nee. Nee, maar daar zit hij dus. Stefan, even niet nu.
Hoezo vind je het eigenlijk eng om met mij dit te spelen? Ja, ik weet niet, je wordt gewoon bang voor jou of zo. Hoezo? Ik moet alleen schrikken. Oké, okay, ready? Ja. Ja. Dat is weer dat hij een teken een ghost geeft. Event, toch? Het geeft een teken. Maar waarom doet hij dat niet? Ja, dat zag je dat? Hij deed het lichaam. Dat deed ik. Oh. Dat deed ik zelf. Ja, gas, weet ik hoe dit werkt. Eel. Stefan, oh God. Verstoppen nu, Stefan. Je moet verstoppen. Toch? Ja. Hopelijk is het goed genoeg. Volgens mij komt ze eraan. Ze komt eraan. Hopelijk is het goed genoeg. Oh mijn God, ik vind het zo erg. Verstoppen nu, Stefan. Ze loopt nog. Dan kan ze ons niet vinden. Ja. Nee, ze is er nog. We hebben het overleefd. Hoe weet je dat? Zo. Nee. Dat is eng, hè? Maar hoe weet je dat? Heeft ze de deur aangeraakt? Ul, dit is een wind. Ze liet een wind. Windekus. Rut, de scheeprut. Oh mijn God, ik vind het zo ontzettend spannend. Het is wel spannend. Maar we gaan best goed, hoor. Dat is een enge geest. Of niet? Heeft hij deze deur aangeraakt? Door mij wist je dat je moest verstoppen. Ja, klopt, ja. Je had gelijk. Heeft hij de boek gelezen? Ik ben een pro. Nee. Oké, maar... Oké. Ik hoorde een deur. Ik hoorde een klikje. Een klikje. Welke deur was het? Ik weet niet, maar ik hoorde een klikje. Oké, wacht. Laten we dit doen. Wat is dit? Spiritbox. Where are you? Are you there? Werkt dit echt? What is your name? Ja, je microfoon staat gewoon aan. Rut, make a sound. Give us a sign. Rut, if you are there, I want to ask you, where is your dog? Waarom werkt het niet? Rut, where is the dog? Kijk, als je het goed doet, dan komt daar een kruisje. Oh, ik wil er nog één ding vragen aan haar. Ja, wacht. Where are you? Rut, is there a heaven or hell? What is your name? Ah! Oh mijn God! Ah, dit is helemaal oorschetterig! Ja, hij heet... Auw! Oh mijn God! Hij doet het in ieder geval. Ze reageerde ook op mij. Ik wil dat niet. Ja, ze reageerde op jou, dus jij bent bezeten. Nee, of reageerde ze op jou. Doe nog een keer. Ik vind het leuk om met haar te kletsen. Maar ik schrok... Give us a sign. Oh, hier met vijf! Wat is dat? Ze zit in die in de room. We gaan. Oké, wacht, let op. Het was iemand 5 en de spirit box. Dus het is een wraith. One of the most dangerous ghosts you will find. Is dit. Oh mijn God, dit is echt eng. Zijn er mensen die dit in hun eentje, zeg maar, spelen voor de film? Ja. Je hebt gekke mensen. Maar had ik geen tarot cards meer over? Want ik begon toen te rennen. Ja, het kan zijn dat ik de laatste had gepakt, maar heb ik ze hier ergens gegooid. Ik wil nog wel zo'n kaart nog een keer doen. Ja, hier. Wat ben jij toch goed hier, joh? We gaan gewoon nog een keer die kaart doen. Hopelijk niet dood. De devil. Rennen, Stefan. Naar buiten nu. Ah! Oh, nee! Oh, mijn God. Ik kan niet meer staan. Ik vind het vreselijk. Ja, sorry. Ik denk dat jij het een keer moet proberen. Nee, maar ik neem jou er ook even mee. Sorry. Ja, ik ben ook wel. Ja, het is oké. Sorry. Maar doe jij? Nee, die kaart. Ja. Ik weet niet hoe dit moet. Oké, en doe met de rechtermuis en pak je die kaart. Oh, rennen. Nee, rennen. Doe jij het! Ik doe het! Ik wil het niet! Stefan, rennen, ze komt! Ze komt eraan, Stefan. Doe dicht. Kut, sorry. Ik zit hier helemaal niet. Ja, ik zit hier niet goed. Kut, sorry! Ik wil het niet zien! Shit! Ah! Oh! Ja, hoezo pak je nou nog een dead card? Ja, hoe kan dat nou? Dat doe ik toch niet? Ja, je deed het wel. Oh, kut, Rut. Oh, Jezus. Shit, ja, fuck, daar gaat mijn geld weer. Oh, mijn hart zit in mijn keel. Oh, ik heb wel wat gekregen nog. Oh, domme. Nou, vond je dit nou leuk? Dan kan je hier nog zo'n video zien in ieder geval. Oh, dit was het al, joh. Ja, dit was het al. Jezus, zo gedreven. En abonneer op mijn kanaal, want heel veel mensen zijn nog niet geabonneerd. En ook op die van mij. Oh, je hebt ook kanaal tegenwoordig. Ja, je moet je ook doen. Geweldig. Maar dat is dus niet zo eng. Doei. Dus ik heb last van mijn knieën.